Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Goedemorgen, kerk van Jezus Christus. Ik ben ongelooflijk blij dat ik weer hier voor u mag staan. Anders dan we hadden gehoopt, moet ik heel eerlijk zeggen. Sowieso, we hadden afgelopen weken voor mij en voor meerdere van onze gemeenten anders dan we hadden gehoopt. Kerst was heel apart, natuurlijk geen kerstdiensten. En de afgelopen paar weken ben ik ook goed ziek geweest. Door COVID, helaas. Hele bijzondere, hele aparte ervaring gehad met kerst. Ik heb mijn kerst gevierd in isolatie, boven op mijn slaapkamer, in mijn eentje. Het is heel apart, moet ik u zeggen, dat als je het kerstdiner aan het eten bent, boven in je slaapkamer, en je bent aan het facetimen met je gezin, die gewoon beneden zit, en die je gewoon hoort praten beneden. Heel aparte ervaring geweest, maar goed. Het was even niet anders. Je doet dat ter bescherming van je gezin. Je doet dat ter bescherming van je familie natuurlijk. En dat was nou even niet anders. Maar daarom ben ik dubbel zo blij dat ik weer hier voor u mag staan. U hoort misschien aan mijn stem nog een klein beetje de nasleep van COVID. Af en toe hoest ik misschien nog wat. Maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ik zal niet in slaap vallen tijdens de preek. En ik hoop u ook niet door zo'n hoesje af en toe. Maar goed, het was afgelopen paar weken dus apart en even niet zo makkelijk. Maar goed, ik heb wel gezien en ervaren dat God inderdaad, wat hij beloofd heeft door Paulus in Romeinen 8 vers 28, dat hij inderdaad alles laat meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En dat heb ik in die periode van 7, 8, 9 dagen isolatie, heb ik echt wel mogen ervaren. En het is zo dat God echt bijna dagelijks wel direct tot mij sprak. En ik kan me herinneren dat ik een middagdutje deed. Dat is het voordeel aan ziek zijn. Je kan slapen de hele dag. Ik werd wakker, of half wakker. En op de tv had ik een preek al aangezet. En ik werd wakker op een gegeven moment. En ik voelde echt dat ik wakker werd gemaakt. En pas binnen 1 seconde dat ik wakker werd, barstte ik in tranen uit. En ik denk, wat is dit nou, wat is dit? En ik ging luisteren naar wat er gepredikt werd op mijn tv. En dat ging over de openbaring van Johannes. Dat hij het lam van God zag zitten op de troon. En daar werd ik zo emotioneel van. Ik weet niet waarom, maar ik werd overmand door die emotie eigenlijk. En dat waren mooie momenten samen met de Heer. En hij heeft echt mij een bepaalde boodschap ook voor het begin van dit jaar gegeven. En daar zal ik vandaag mee beginnen. En waarschijnlijk de volgende week ook nog. Maar dat gaan we nog zien. Maar het was echt een boodschap van herstel van focus. Herstel van ons perspectief op de dingen van God, de hemel. En tegelijkertijd de dingen van deze aarde. Hoe we de dingen van deze aarde zien. En daar wil ik vandaag mee beginnen. De boodschap voor vandaag, een eigenlijk mijn nieuwjaarsboodschap, want vorige week kon ik natuurlijk niet. Mijn nieuwjaarsboodschap, en die begin ik met de titel Bovennatuurlijke Hoop voor 2022. En bovennatuurlijke hoop, daar heeft God mij toe bepaald om daarover te spreken. En als we samen op zoek gaan naar die hoop, samen op zoek gaan naar die Bijbelse bovennatuurlijke hoop, dan moeten we beginnen bij de Hebreeuwse woorden voor hoop in het Oude Testament. De woorden voor hoop zijn twee woorden in het Hebreeuws, zijn yagal en kava. Yagal en kava. En die betekenen zoiets als letterlijk wachten of verwachten. Een echte, pure, blijde verwachting van het goede. Van dat iets goeds gaat komen, dat iets goeds gaat gebeuren. Iets dat je werkelijk gelooft, het komt eraan. Het gaat gebeuren. Ook al zie ik er nu nog niks van, ik stel mijn hoop erop en ik kan nu al verblijden daarin, want het gaat gebeuren. Dat is Bijbelse, bovennatuurlijke, yagal of kava. En deze twee woorden zien we meer dan 40 keer in de psalmen. En de psalmist gebruikt
die woorden van hoop nooit op een manier van zoals wij die nu in de wereld gebruiken. De psalmist gebruikt die woorden nooit als, oh, ik hoop dat mijn situatie verbetert. Ik weet het niet, ik heb er geen invloed op. De tijd zal het leren, ik zie het wel, maar ik hoop het wel. En dat is ook hoe wij in de wereld het woord hopen gebruiken. Eigenlijk is hopen, als wij zeggen, ik hoop dat iets gebeurt, ik hoop op dit, ik hoop dat het beter wordt, dan hebben we, is het eigenlijk een wens. Wishful thinking. Je hoopt dat iets gebeurt, maar je weet het eigenlijk niet zeker. Er is een mate van waarschijnlijkheid dat het gebeurt, maar je weet het niet zeker. Maar de psalmist, en dat is die Bijbelse hoop, die gebruikt dat niet zo. Die gebruikt die woorden voor hoop altijd, nooit op hoop op omstandigheden. Hoop dat de wereld beter wordt, hoop dat zijn omstandigheden beter worden. Zijn hoop is altijd gericht op Heer, mijn hoop stel ik op u. Mijn hoop is in u. En ik geloof dat u gaat doorbreken. Ik geloof dat u gaat komen. Ik geloof dat u mij gaat bevrijden van mijn vijand. Ik geloof dat u mij zal verlossen van mijn angst. Dat is de hoop van de psalmist. Dat is Bijbelse, bovennatuurlijke hoop. Want weet je wat hoop gebaseerd op omstandigheden heet? Dat is optimisme. Optimisme. Een optimistisch persoon is iemand die altijd het goede in een situatie ziet. Altijd die een situatie positief benadert. Iemand wiens glas altijd half vol zit, zeg maar. En dat is goed, dat is een goede eigenschap op zich. Maar dat is niet hetzelfde als Jagal of Kava. Want kinderen van God die Jagal of Kava hebben, die beseffen dat ook al is er eigenlijk helemaal geen hoop meer, ook al is er geen uitweg meer, ook al lijkt de situatie, ook al lijkt het leven hopeloos, dan kiezen ze ervoor, soms zelfs tegen menselijk beter weten in, om toch te vertrouwen op de Heer en te hopen op God en te wachten op Hem te verwachten. En toch al blij te kunnen zijn, omdat ze weten, mijn God zal het doen en mijn God gaat het doen. Dat is Bijbelse hoop. Heel anders dan wereldse hoop. Ik was laatst in gesprek met mijn buurman. En dat was toen die rellen in Rotterdam net waren geweest. Dat waren eigenlijk coronaprotesten. Tenminste, zo noemden ze dat, maar dat mondde uit in rellen. U weet het nog wel. En die buurman en ik, wij zijn allebei echte Rotterdammers. En wij vonden het erg hoe het met onze stad ging. En met de mensen in onze stad. En wij waren aan het praten en eigenlijk sloten we het gesprek af. En hij zei, ja weet je, het enige wat wij kunnen doen. Ja weet je, wat kunnen we doen? Het enige wat we kunnen doen is ja, hopen dat het beter wordt. Hopen dat de situatie in de wereld beter wordt. En hopen dat, ja, dat het de situatie in onze stad ook weer beter wordt. Hè? Ja, wat kunnen we nog meer doen dan dat? Alleen hopen toch? Ja toch? Oké, fijne dag. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik 4, 5 jaar geleden had ik waarschijnlijk gezegd, ja, inderdaad, laten we, ja, dat is wat we kunnen doen. Oké, ook fijne dag. Maar ik kon dat niet meer op dat moment. Ik kon niet zomaar zeggen van, hè, de makkelijke weg en zeggen, ja, inderdaad, en doei. Nee, ik moest iets anders zeggen. En ik zei tegen hem, ik vond het best wel spannend, zeg maar. En ik zei tegen hem, nou weet je wat het is, buurman? Zonder negatief te willen klinken, maar de situatie in de wereld, die zal niet beter worden. Integendeel zelfs. Het zal in de wereld alleen maar slechter gaan, maar weet je, ik geloof. Ik geloof in Jezus. En daarom heb ik altijd hoop op een betere toekomst. En weet ik zeker dat mijn toekomst hoopvol is. En het mooie is, die hoop is er ook voor jou. Die hoop is er voor iedereen die wil geloven. Nou ja, goed, hij wist waarschijnlijk ook niet zo goed wat hij daarop moest reageren. We zeiden gedag. En weet je, het maakt verder ook niet uit. Ik ben er om het zaadje te planten. En God, die zal het tot wasdom laten komen. Daar geloof ik ook in. Maar dat is het verschil, hè? Dat is het verschil. Ik,
Ik geloof. Nee, hij gelooft. Hij hoopt op iets wat altijd verandert. Situaties, de wereldsituatie, hoe het in de wereld gaat, hoe het in mijn leven gaat, hoe het in ons leven gaat. Ja, dat is afhankelijk van situaties, van omstandigheden. En die veranderen. De ene keer gaat het goed, de ene keer gaat het slecht. Als je daar je hoop op stelt, dan gaat het ook zo. Maar onze hoop is niet gebouwd op omstandigheden. Onze hoop is gebouwd en is gefundeerd op iemand die nooit verandert. Die van gisteren hetzelfde was, vandaag dezelfde is en tot in alle eeuwigheid dezelfde zal zijn. De rots der eeuwen, daar is onze hoop op gebouwd. En die verandert nooit. En daarom heb ik een vaste en zekere hoop. En u ook, als het goed is. En dat is die bovennatuurlijke hoop. Die Bijbelse hoop. Die iemand die nooit verandert, dat is Jezus. Onze hoop is Jezus. En de mate van onze hoop, dus in hoeverre wij hoop hebben, hangt af van de mate van ons geloof. Laten we lezen in Hebreeën 11 vers 1. De definitie van geloof die Paulus geeft. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Geloof is de vaste grond. Geloof is het fundament. Geloof is de substantie waarop onze hoop is gebouwd. Want door geloof hebben wij hoop op de dingen die wij nu nog niet zien. Dus eigenlijk als u een ladder voor u stelt, die ladder heeft 3 treden. Onze hoop is gebouwd op geloof. En wat hier verder staat, is waar, hoe komen wij aan geloof? Hoe krijgen wij geloof, zegt Gods woord? Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Dus, wat is nou weer de basis van geloof? Dat is het woord van God. 3 treden. Hoop is gebouwd op geloof en geloof is gebouwd op Gods woord. Dus uiteindelijk is het onderliggende fundament ook van onze hoop het woord van God. Gods woord is de waarheid. En de waarheid is het fundament van ons geloof en uiteindelijk ook weer het fundament van onze hoop. Waarom hopen wij? Wij hopen omdat we God kennen door zijn woord. Omdat we Gods natuur kennen, Gods karakter kennen, Gods liefde kennen, Gods genade kennen, Gods goedheid kennen, omdat we weten wie hij is. Door zijn woord. En door het vlees geworden woord, Jezus Christus. Omdat we hem kennen, hebben wij geloof en hebben we hoop. Ziet u het? Echte hoop is altijd gebaseerd op Gods eeuwige woord, wat altijd blijft bestaan. Amen. Nu zijn er in 1 Korinthe 13 3 hoofdbestanddelen van ons geestelijk leven, wordt daar genoemd. 3 geestelijke realiteiten die ook altijd zullen blijven staan en zullen blijven bestaan. Geloof, hoop en liefde. En alle 3 zijn uiteindelijk weer gebaseerd op het woord van God. Gebaseerd op het eeuwige woord van God. Op wat hij zegt, op wat hij belooft, zijn belofte. Daar is ons geloof, hoop en liefde op gebouwd. Geloof, hoop en liefde. Maar waarom horen wij toch minder, ik zeg niet nooit, maar minder over hoop in vergelijking met geloof en liefde? We horen heel veel over geloof, we horen heel veel over liefde, minder over hoop. Ik kan me nog herinneren trouwens, een paar jaar geleden was ik op bezoek bij een van de oudste zusters van onze gemeente. Ze is er helaas niet meer nu, dus ik zal alleen maar goede dingen zeggen. Maar ik was bij haar op ziekenbezoek en zij... Laat ik het zo zeggen, haar glas was nogal eens half leeg. En ik was bij haar en zij zat op haar praatstoel. En er kwam een programma voorbij van de EO.
Ik weet niet of dat nu nog bestaat eigenlijk, maar goed, maakt niet uit. Dat heette Geloof en een hoop liefde. En zij zei, ja maar Jordy, kijk nou, dat kan toch niet? Ze laten gewoon hoop weg. Geloof en een hoop liefde is gewoon geloof en heel veel liefde. Maar de hoop is daardoor weg. Dat kan toch niet? En ik zeg je heel eerlijk, ik had zoiets van, weet je, als je daarover over dat soort dingen gaat, het zal wel. Maar ergens, en nu helemaal, zie ik toch wel in dat ze wel een punt had. Want waarom laat je hoop weg? Hoop is essentieel voor het leven van een christen. Zonder hoop, ga ik je vertellen, zonder de lijm van hoop, want hoop is een kracht, hoop is lijm. Zonder hoop zwakt je geloof af en faal je in jouw liefde. En ik zal het je uitleggen. Laten we kijken wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 1, vers 2 tot 3. Daar spreekt Paulus en hij, het is het begin van de brief aan de Thessalonicenzen. En hij groet ze en hij eert ze en hij bedankt ze, zeg maar. En hij zegt dit, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Hier zie je ze weer, geloof, hoop en liefde. En Paulus zegt, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Hier zien we het resultaat van die drie dingen. Geloof produceert werken. Gods woord zegt dat geloof zonder werken is dood. Dus waar geloof moet altijd werken produceren. Ware liefde moet altijd inspanning produceren. Ware liefde kan niet passief achteroverleunen en zien dat mensen verloren gaan. Nee, ware liefde spant zich in om mensen te helpen, om mensen te dienen. En hoop produceert, ware hoop produceert altijd volharding. Zonder de volharding door onze hoop kunnen wij niet volharden om de wedloop van dit leven te rennen. Zonder de volharding, zonder standvastigheid die de hoop in ons produceert, zonder standvastigheid houden wij het niet vol om mensen lief te hebben en houden wij het niet vol om te blijven geloven als het misschien zwaar wordt of als het moeilijk wordt in ons leven. Hier zie je dus dat geloof, hoop en liefde samenwerken. En hoop is de kracht. Hoop is de kracht om te volharden. Hoop is de kracht om standvastig te staan, om blijven te staan, om in staat te zijn om te blijven geloven, om te blijven liefhebben. Hoop is de kracht om het leven te leven dat Jezus voor ons, voor jou, voor u en voor mij bedoeld heeft en gepland heeft. En daaraan zien we dat hoop, Bijbelse hoop, is geen optie. Het is niet optioneel. Het is niet een keuze of zo, weet je wel, van dat doen we maar erbij. Het is geen optie. Nee, het is essentieel om hier vandaag, om in dit leven al standvastig en krachtig te blijven staan als kind van God in deze wereld. Het is niet voor niets dat Jesaja 40 vers 31 zegt, wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Dat is een ongoing process. Als je blijft hopen, als je standvastig blijft hopen op de Heer, als je volhardend blijft verwachten, de Heere verwachten, dan zal je ook continu nieuwe kracht ontvangen. Kracht vernieuwen, kracht vernieuwen, kracht vernieuwen. Hoop is een kracht. Nou, ze zeggen wel eens, hoop doet leven. Hoop geeft leven. En hoewel dat een wereldse uitdrukking is, zit daar wel een waarheid in. Hoop doet leven. Hoopvolle mensen zijn mensen met leven, zijn vitale mensen. Dus er zit een waarheid in. Maar als dat waar is, dan zal er ook een waarheid moeten zitten in het tegenovergestelde. Wanhoop of hopeloosheid geeft
dood. Maakt geestelijk dood. Iemand zonder hoop op het goede, iemand zonder hoop op betere tijden, straalt niks uit. Straalt geen geloof uit, straalt geen blijdschap uit, straalt geen kracht uit. En dat is logisch, want wat zegt Gods woord ons? De vreugde van de Heer is onze kracht. Als je geen blijdschap hebt, heb je ook geen kracht. Hoop en vreugde zijn met elkaar verbonden. Iemand die helemaal niets heeft om zich aan vast te houden. Iemand die niets heeft om naar vooruit te kijken, om naar uit te zien, zeg maar. Die heeft geen hoop. En als je geen hoop hebt, heb je geen vreugde. Heb je geen vreugde, heb je ook geen kracht. Zie je? Zie je die aaneenschakeling van dingen die met elkaar te maken hebben? Het zijn allemaal principes van God. Allemaal principes vanuit Gods woord. Maar Bijbelse hoop geeft vreugde nog voordat we het beter zien worden. Dat is heel key. Dat is superbelangrijk. Luister goed. De Bijbelse hoop geeft al vreugde nog voordat wij de doorbraak zien in ons leven. Bijbelse hoop geeft al vreugde, geeft al blijdschap, geeft vrede nog voordat wij het wonder zien. Nog voordat wij zien dat God heeft ingegrepen, kunnen wij al blij zijn omdat wij hoop hebben. En die hoop, wij weten, die hoop zal niet beschaamd worden. Die hoop zal waarheid worden, zal gerealiseerd worden, want de Heer zal mijn hoop niet beschamen. Omdat we die hoop hebben en die hoop is zeker en vast. En wij weten zeker dat God het gaat doen. Dat is bovennatuurlijke hoop. Waarom is dat bovennatuurlijk? Omdat met natuurlijke menselijke ogen, ongelovige mensen die met menselijke natuurlijke ogen kijken, die snappen daar niks van. Hoe kan je nou hoop hebben op iets wat je niet ziet? Maar dat is nou precies Bijbelse hoop. Want wat zegt Gods woord? Uit mijn hoofd gezegd zegt Paulus dat in Romeinen 5, denk ik. Moeten we even opzoeken, maakt niet uit. Maar wat Gods woord zegt is, wat is nou hoop op dingen die je al ziet? Dat is geen hoop meer. Maar wij hopen op de dingen die we nog niet zien. Maar dat is nou juist geloof. Geloof is hopen op de dingen die je niet ziet. Is een bewijs van de zaken die we hier nog niet zien. Maar wij weten dat de dingen die onzichtbaar zijn, dat die werkelijk bestaan, dat weten wij, geloven wij, door Gods woord. Hebben we net gelezen. Nou, hoe doen we dat? En waar komt die hoop vandaan? Hoe komen we aan die hoop? Ik zei net al, de basis van onze hoop is geloof en daaronder Gods woord. Klopt. Maar geloof waarin? Waar geloven wij in waardoor wij hoop hebben? 2 Thessalonicenzen 2, vers 16. En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Het gaat me om dat eerste gedeelte. Wat is het eerste wat genoemd wordt, waardoor wij eeuwige troost en goede hoop hebben gekregen? Dat is dat God ons heeft lief gehad. Waar geloven wij in? Waardoor kunnen wij hopen? Omdat wij weten dat God van ons houdt. Door de onvoorwaardelijke liefde van God die wij ontvangen hebben uit genade, staat daar. En uit die liefde en uit die genade hebben wij eeuwige troost en goede hoop ontvangen. Amen. Het is de liefde van God. Dat is de basis van alles. De universele basis van alles in deze wereld. En waarin is de liefde van God geopenbaard? Zegt Gods woord. Die is geopenbaard in het feit dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Om te sterven voor u en voor mij. Waarin is die liefde van God geopenbaard? In de dood en opstanding van zijn zoon, onze Heere Jezus Christus. 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop.
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Halleluja. Het is door de opstanding, door de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus, dat wij een nieuw leven hebben ontvangen. En dat nieuwe leven, die wedergeboorte, into a living hope, staat er in het Engels. Wij zijn wedergeboren in, tot een levende hoop. Die levende hoop, die leeft nu in ons. Halleluja. En die levende hoop is werkelijk levend. Het is geen mooi verhaal. Het is geen sprookje. Het is geen dode religie. Het is geen koude theologie. Nee, het is werkelijkheid. We kunnen het ervaren. Wij ervaren het. Het is een levende, energieke, vibrating hoop, zou ik bijna willen zeggen. En die hoop, die levende hoop, kijkt dus terug naar het verleden, toen Jezus opstond uit de dood. Want de opstanding van Jezus is de ultieme, eeuwige overwinning van hoop op wanhoop. En de opstanding van Jezus uit de doden, daar kijken we naar terug. En daar halen we de hoop uit voor vandaag en voor morgen. En voor de toekomst. Onze hoop is geboren bij onze wedergeboorte, toen we geloofden in de dood en opstanding van Jezus. Maar onze redding, onze verlossing gaat door. Onze hoop houdt niet daarop. Houdt niet op bij onze wedergeboorte. Nee, die hoop moet doorgaan totdat die hoop waarheid wordt. Totdat die hoop in vervulling gaat. Dat is wat die laatste zin zegt. Die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Nou, wat wordt er in de hemelen bewaard voor ons? Wat is die erfenis? Wanneer wordt die hoop die wij hebben, die levende hoop, wanneer wordt die hoop vervuld? Wat is het doel van onze hoop? Waar is onze hoop op gericht? Wat is de focus van onze hoop? Een paar versen later, in vers 13, geeft Petrus daar antwoord op. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter, en hier komt het, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wanneer wordt onze hoop vervuld? Wanneer wordt onze levende hoop werkelijkheid? En wordt onze redding en onze verlossing volbracht en voltooid? Dat wordt voltooid bij de wederkomst van Jezus. Als Jezus terugkomt voor de tweede keer. Als Jezus terugkomt voor zijn kinderen. Dan wordt onze redding, onze verlossing wordt voltooid. Als wij een verheerlijk lichaam krijgen. En dat is die levende hoop. Daar is onze hoop op gericht. Daar is de focus van onze hoop. Moet gericht zijn op de wederkomst van Jezus Christus. Op de openbaring. Op de verschijning van Jezus in glorie op de wolken. Dat zou de focus moeten zijn van onze hoop. Want het is Petrus die niet voor niets zegt, hoop volkomen. Hoop 100%. Hoop. Op de openbaring van Jezus Christus. Doen we dat? Doe jij dat? Doe ik dat? Is mijn hoop daar volkomen op gericht? Of is mijn hoop ook gericht op nieuwsberichten? Op wat mensen voor ons kunnen betekenen? Op dingen van deze wereld? Op dingen van deze aarde? Kijk, we moeten het goed zien. Hè? Wij hebben al een erfenis ontvangen in Christus. Maar die erfenis wordt pas volledig. Wij kunnen pas de volheid van die erfenis, de volheid van zijn genade, zullen we pas kennen bij de verschijning van Jezus in glorie. Bij de wederkomst van Jezus. En daar moet onze focus volkomen op gericht zijn. 100%. Je hoort daar niet vaak over. En ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Ik heb door de jaren heen niet vaak gesproken over de wederkomst van Christus. Maar dat is wel waar onze hoop volkomen op gericht moet zijn. En je hoort daar niet vaak over. En waarom komt dat? Ik denk dat dat komt omdat wij mensen zijn, ook christenen. Wij zijn mensen, wij willen alle dingen nu.
Wij willen het gelijk zien, wij willen gelijk resultaat. Wij willen, wat heb ik er nu aan? Ik hoor je nu al denken, ja, ik kan wel uitzien naar de wederkomst van Christus, maar wat heb ik daar nu aan? Ik wil nu iets zien. Dan wil ik u vragen, lees dan het Nieuwe Testament, lees dan de evangeliën en vertel mij, wat is de nummer 1 motivatie? Wat is de nummer 1 drijfveer van de apostelen? De nummer 1 motivatie, de nummer 1 focus van de apostelen was de wederkomst van Christus. Daar zagen zij naar uit. Daar verlangden zij naar. En omdat ze daar naar verlangden, omdat ze daarop hoopten, omdat hun focus daarop gericht was, deden zij hun werk op aarde. En konden ze dat werk goed doen hier op aarde. Maar hun focus was gericht op de wederkomst van Jezus Christus. Dus, lieve broer, lieve zus, waar is je hoop op gericht? Stel je hoop, nou, ik heb dat de afgelopen weken vaker gezegd, stel je hoop nou niet op dingen van deze wereld. Die zijn maar tijdelijk, die gaan voorbij. Heel binnenkort gaan ze voorbij. Stel je hoop niet op mensen, mensen stellen teleur. Maar stel je hoop op Jezus, de hoop op heerlijkheid, de hoop op glorie. De levende hoop die in ons leeft. En daar zouden wij veel meer mee bezig moeten zijn, ja toch? Wij zouden veel meer bezig moeten zijn met het verzamelen van schatten daar, in plaats van verzamelen schatten hier, nu. Wat hebben die schatten voor waarde? De tijd dat we hier leven, die 80, 90 jaar misschien dat u hier op aarde leeft, in vergelijking met de eeuwigheid daar. Dat is toch helemaal niets? We zouden veel meer bezig moeten zijn met het eeuwige. Verlangend moeten zijn naar de wederkomst van Jezus. En dat betekent niet dat je moet door deze wereld moet gaan en met je hoofd in de wolken lopend, negerend de wereld, negerend de situatie van deze wereld, net doen of corona niet bestaat, net doen of je geen problemen hebt, net doen of jij het niet zwaar hebt en maar met je hoofd in de wolken lopen. Nee, dat bedoel ik niet, dat is niet geloof. Geloven is dat je die problemen niet ontkent, maar geloof is dat je die problemen niet een plaats van invloed geeft in jouw leven, zegt Bill Johnson altijd. En daar geloof ik ook in. Het is niet zomaar iets, het is niet afsluiten van de wereld. Maar het betekent wel dat jij leeft met jouw ogen gericht op Jezus. Verlangend naar zijn wederkomst. Waarom? Omdat je verlangt bij hem te zijn. En dat je de dingen van deze wereld ziet vanuit zijn perspectief. Vanuit een hemels perspectief. Ja, ik weet het. Wij moeten werken zolang het dag is. En dat wil ik ook en dat doe ik ook met heel mijn hart, met al mijn kracht, met heel mijn ziel en al mijn verstand. Wij moeten werken zolang het dag is. Er zijn arbeiders tekort, want de velden zijn wit om te oogsten, zeker. Maar, ik zeg je, wij moeten altijd arbeiden voor de Heer. Wij moeten altijd de Heer dienen met een blik op Hem. Vanuit een focus op Hem en op zijn wederkomst. En vanuit een hemelsdenken, vanuit een onwankelbare hoop op de heerlijkheid van Jezus en bij Jezus. En ik heb mijn laatste preek, ja, een paar weken geleden, over dat wij burgers van de hemel zijn, had ik een quote van C.S. Lewis. En ik zal hem even herhalen in mijn eigen woorden. Je zal pas effectief kunnen zijn in het werk van de Heer doen op aarde. Het zal je pas goed en effectief kunnen doen als jij hemels denkt. Als jij denkt vanuit hemels perspectief. Als jij focust op Jezus, als hij verlangt naar zijn wederkomst. Sowieso, als je niet verlangt naar de wederkomst van Jezus. Dan wil ik je heel eerlijk deze vraag stellen. En ik hoop dat je hem ook eerlijk beantwoordt voor jezelf. Als je niet verlangt naar de wederkomst van Jezus als kind van God. In hoeverre geloof je dan? In hoeverre hoop je dan echt? Waar hoop je dan op? Want onze hoop zou moeten zijn op zijn wederkomst. Waarom? Omdat wij verlangen bij hem te zijn. Ik geloof, als jij een kind van God bent, dan moet je een ontmoeting gehad hebben met hem, ja toch? En ik geloof dat als je een echte ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan kan het niet anders zijn dan dat je verlangt naar meer van hem en verlangt bij hem te zijn. En dus verlangt naar zijn wederkomst, want dan kan je voor eeuwig bij hem zijn. En hem zien zoals hij is,
van aangezicht tot aangezicht. Want echt geloof produceert echte hoop. Waarop? Op de heerlijkheid, de glorie van Jezus. En daar zouden wij als kinderen van God, zouden wij veel meer op gefixeerd, onze blik zou daar veel meer op gefixeerd moeten zijn, op die hemelse glorie. En ik zei net, wij zijn mensen die vaak nu resultaten willen zien, die daar nu iets, nu iets aan willen hebben, zeg maar. En God is zo goed, God is zo genadig. Laten we lezen in Titus 2, vers 11 tot 14. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Halleluja, halleluja, hier zie je dat een kind van God altijd verwacht, hoopt op, verlangt en zoekt naar de verschijning van God, van Jezus in glorie. Dat is de zalige hoop die wij nu hebben voor onze toekomst. Maar, ik zei het net al, wij willen er nu wat aan hebben. En hier heb je het. De effecten van de focus op Jezus' wederkomst kun je nu al ervaren. Als jij je ogen gericht houdt en verlangt naar de wederkomst van Jezus, zal dat nu al hier op aarde bepalen hoe jij leeft. Staat hier. Als wij verwachten die zalige hoop op Jezus' wederkomst, als wij die verwachten, wat gebeurt er? Dan gaan wij in deze tegenwoordige wereld rechtvaardig, bezonnen en godvruchtig leven. Wij gaan een vruchtbaar leven leiden voor God. In de vreze des Heren. We gaan heilig leven. We willen dan heilig zijn omdat Hij heilig is. Als onze focus daarop gericht is, bepaalt dat hoe wij hier leven. Of wij hier bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig, heilig en rein leven. Ik heb nog één Bijbeltekst voor u die dat bevestigt. 1 Johannes 3, vers 2. En daar zegt Johannes: geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Wauw. Als jouw hoop gericht is op de verschijning van Jezus in glorie en wij Hem mogen zien zoals Hij is en Hem gelijk mogen zijn, dan zullen wij ons nu al reinigen zoals Hij rein is. Zullen wij nu al heilig gaan leven omdat Hij heilig is. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. En wij zullen ons dan ontdoen en losmaken van alle zaken en alle dingen die in deze wereld spelen. En we zullen niet besmet worden met de dingen van deze wereld, met de gewoonte van deze wereld, met het denken van deze wereld. We zullen niet besmet worden met de vleeselijkheid van deze wereld. En met vleeselijkheid, dan denken wij altijd gelijk aan, oh, zondig, overspel en seks en daar denken we bij vleeselijkheid altijd aan. Maar vleeselijkheid is als jouw focus niet gericht is op de dingen die boven zijn. De dingen van de hemel, de dingen van de Heer, zijn koninkrijk. Want als jouw focus niet is op die dingen, dan is automatisch jouw focus op de dingen van deze aarde. Vleeselijkheid. En lieve mensen, lieve broer, lieve zus, ik geloof dat dit aan het begin van 2022, dat het moment is waarop wij ons moeten bekeren daarvan. En tot inkeer moeten komen. En onze focus weer moeten herstellen op Jezus. En op zijn wederkomst en op de hemelse glorie. En ik geloof, en daar sluit ik mee af. Ik geloof dat we dan ook, als we ons daarvan bekeren en onze focus herstellen op Hem en op zijn wederkomst,
dat wij ook de dingen van deze wereld, de onrust van deze wereld, de angst van deze wereld, de chaos van deze wereld, de paniek van deze wereld, dat wij die gaan zien in het juiste perspectief. En dat we die dingen gaan zien zoals wij die zouden moeten zien als kinderen van God, als hemelburgers. Ze zijn tijdelijk. Ze zijn voorbijgaand. En ze zijn van zo weinig waarde in vergelijking met de dingen van de Heer die van eeuwigheidswaarde zijn. Want als onze hoop gefocust is op de wederkomst van Jezus en op het zijn in zijn tegenwoordigheid, nu al. Wat maken die dingen dan nog uit? Zijn die dingen dan nog belangrijk voor ons? Onze zorgen, onze angst. De dingen van deze wereld. De dingen die spelen in deze wereld. En dan gaan we onze zorgen, onze problemen zien in het juiste perspectief. En dan gaan we niet mee in de paniek van deze wereld. Dan gaan we niet mee, worden we niet heen en weer geslingerd door de mening van die expert, van die viroloog, van die politicus of van die. Dan houden we standvastig vast, omdat onze hoop niet gebaseerd is op meningen van mensen. Omdat onze hoop niet gebaseerd is en gebouwd is op de dingen van deze wereld of de ontwikkelingen van deze wereld. Maar omdat onze hoop is gebaseerd op de rots der eeuwen, die alle eeuwen en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Die betrouwbaar is en die wij kunnen vertrouwen. En waarop we onze hoop kunnen stellen en die onze hoop nooit zal beschamen. Halleluja. En daarom, lieve broer, lieve zus, is het zo belangrijk dat wij deze hoop vasthouden tot het einde toe. Dat zegt Gods woord ook. Hou deze hoop vast tot het einde toe. Als we die hoop vasthouden, die zalige hoop vasthouden, brengt dat in ons volharding teweeg. Brengt dat in ons standvastigheid teweeg. Brengt dat in ons heiligheid, rechtvaardigheid, nieuwe kracht, nieuwe vreugde teweeg. Zodat we kunnen blijven geloven en zodat we kunnen blijven liefhebben. Hoe moeilijk het ook is, hoe moeilijk het ook wordt. En kunnen we hopen, ja zelfs tegen de werelds omstandigheden in. Zelfs al zien we nog niks. Even when I don't see it, God, you are working. You are the miracle, you are the way maker, the miracle worker and the promise keeper. Ook al zie ik het nog niet. Ook al moet ik hopen tegen wat ik nog niet zie. Ook al moet ik hopen tegen mijn gevoelens in misschien. Ook al moet ik hopen tegen wanhoop in. Maar ik stel mijn hoop op Jezus. Dat is bovennatuurlijke, bijbelse hoop. En dat is de brandstof voor jou en voor mij. Om die race te blijven rennen. En om de goede strijd van het geloof te blijven strijden. Tot het einde toe. Wees gezegend in Jezus' naam. Met deze boodschap van hoop. En ik bid voor u allemaal dat op dit moment Jezus zal verschijnen aan u. Waar u ook bent, op dit moment. Die u een ontmoeting mag hebben met Jezus. Dat u opnieuw verliefd wordt op Jezus. Zodat u die hoop, die levende hoop, misschien weer opnieuw, misschien voor de eerste keer, zal ontvangen. Dat is uw kracht om door te gaan. Dat is de blijdschap die wij mogen hebben. Wees gezegend in Jezus' naam. In de kracht van de Heilige Geest. Wees vervuld met hoop. Door de God van hoop. In Jezus' naam. Amen.